kerstdag. En we zijn onderweg. We zijn onderweg naar Helden, naar camperplaats Onder en Eind. En dan zul je denken van, alweer? He, daar zijn jullie toch pas geleden al geweest? Ja, dat klopt. Maar we hebben wel een hele speciale reden. In Panningen, en dat ligt bij Helden, is namelijk de grootste paasmarkt van Nederland. En nou hebben wij geen idee wat we moeten verwachten van een paasmarkt. Dus al helemaal niet van de grootste van Nederland. Maar het was voor ons toch zoiets dat we dachten, dat willen we wel een keertje gaan beleven. Ja, en dan is het handig om daar te voet naartoe te kunnen gaan. Ja, en dan ga je dus naar Helden, naar camperplaats Onder en Eind. Dat is 2,5 kilometer lopen vanaf het centrum van Panningen. Nou, daar zien we daar wel tegenop, want 2,5 kilometer heen, dat betekent ook 2,5 kilometer terug. En de paasmarkt zelf, die is ook al een paar kilometer, dus het was voor ons echt een onderneming van heb ik jou daar? Maar we gaan het wel gewoon doen. Ja, dus we hebben er wel zin in op, hè? Ja, die wandeling minder, maar de rest, dat lijkt wel leuk. Goed. Ja, en zoals je kan zien is het gewoon prachtig weer. De zon schijnt. Het is echt lekker warm buiten. Zeg het maar niet hard. En we hebben ook nog een klein feestje te vieren. Deze? Onze knoos die is jarig. Ja, die is een jaar geworden. Dat gaat heel snel. Dat gaat heel snel, hè? Ja, als de dag van gisteren dat we hem opgehaald hebben. Ja, we zitten weer op het laatste stukje. We zitten op de A67. En daar is het lekker rustig. Valt eigenlijk wel op. Maar als je ziet hoeveel campers wel tegengekomen zijn, dan verwacht ik dat alle camperplaatsen ongeveer wel een beetje vol zullen zitten. Nou, we gaan hier linksaf het laatste stukje. En dan zijn we weer bij de camperplek. Onder en Eind, daar zijn we. Nou, ik ben benieuwd. Ik moet weer rijden. Ja. Ze staan vol. Stond er al. Ja. Het is druk. Nou, eens even kijken waar wij staan. Hallo! Daar zijn we weer. Ja, hallo. We hadden gereserveerd. Ja, dat weet ik. Esther weet welke plekken. Komt er maar door. Dankjewel. Goeiedag. Goedemiddag. Ja, ja, zeker. Ja. Van de filmpjes. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Zijn wij al bekend? Ja, van de rode kolen. Van de... Ja. Ik weet niet wat Johan gezegd heeft. Heeft Johan al gezegd welke plek? Nee, die heeft gezegd dat jij dat wist. Net achter de voetdruk is een plek hier achter het huisje. Of hier, hier vooraan, als je zoals je wil insteken, maar je mag ook achter vooruit insteken. Maar dit is ook een goede plek, denk ik. Ja, toch? Dit is wel een leuker plek, denk ik. Ja, ja, doen we dat. Ja, de camperplaats staat echt helemaal vol. En dat hadden we eigenlijk ook wel verwacht. Nou, hier staan we dan. Op plekje 0. Dat is wel heel bijzonder. Maar we staan hier natuurlijk eigenlijk hartstikke leuk. We staan vooraan. We hebben een zitje voor de deur. En ja, we kijken nu uit op de food caravan. Nou, ik begin zo langzamerhand een expert perspakket te worden. Ik ben een kwartiertje bezig. En ik heb het meestal gesneden. Het gaat hartstikke snel voort. Maar het is wel een hele simpele. Dit is alleen uitje, knoflookje, worteltje, tomaatjes. En wat tijm. Die zit hier in het bakje bij de tomatenpuree. Dus die gaat heel snel. Nou ja, het is bijna niet te geloven. Maar Rob is nog met zijn eerste rondje buurten bezig. En ik heb de soep al bijna af. Moekes food truck, of eigenlijk food caravan, heeft hier van alles staan uit te delen. We hebben soep gemaakt, hebben broodjes gemaakt. En die zijn nu weer helemaal klaar. Ze alles aan het opruimen. Hallo. Ja, hoi. Hoi. Nou, we zetten er ook een beetje op. Ja, dat mag niet hoor. Ja, maar wat dan wilde ik nog even. Ja. Ik doe gewoon alsof ik bezig ben. Ja. En je bent toch ook bezig? Ja, dat klopt. Ja, daarom. Dus.
8 of 10 hoe lang is het geleden? 8. Oké. Hebben we hem samen omgebouwd, ja. En waar staan jullie eigenlijk meestal dan? Gewoon op markten of? Nee, vooral eigenlijk gewoon privéfeestjes, bedrijfsfeestjes. Okay. Ik doe bijvoorbeeld kleine hapjes maken, zoals mini hamburgertjes, kleine salades. Eigenlijk alles wat je zo op een feest kan eten, dan gaan we daarmee rond. Dan weet je ook gewoon, net zoals vandaag, we weten voor 34 personen. Nou, dan neem ik voor 34 personen mee. Spullen mee. Ja. En dan heb ik ook geen bederf. Nou, wij gaan inpakken. Ja, goed plan. We hebben nou tegen uw hand. Ja, het is pureerfase. Echt, ik ga ze tierlier, jongen. Ik heb die soep gemaakt in de tijd dat jij stond te buurten. Ja. En wat voor soep hebben nou gemaakt of ben het maken? Waar lijkt het op? Tomatensoep. Ja, goed voor jou. Ja, jongen. En zo ziet het eruit. Heerlijk vers gemaakt tomatensoepje. Is die lekker? Ja. Kijk, hij smaakt heerlijk. We maken even een rondje over de camperplaats. De aspergevelden die wit afgedekt zijn, dus dat betekent dat ze nog even de rem erop willen zetten. Nou, hier lopen we langs een stuk van de camperplek wat nog niet in gebruik is. Nou, we staan nu helemaal achteraan. En als je zo die kant op kijkt, dan is het toch een behoorlijk grote camperplek. Ja, de plaatsen zijn ook heel ruim. Dus dat is eigenlijk hartstikke mooi. Je hebt hier echt allemaal werkplaats, gewoon ruim de ruimte. Mooi veldje voor je camper. Nou, heel grappig, Rob zei, hier zullen we eventjes naar achter lopen. Maar ja, Rob die is inmiddels blijven steken. Die staat weer ergens te kletsen. Dus die heeft het achterste stuk van de camperplaats weer niet gezien. En dan hoor je Rob alweer aan het kletsen. Hier staat een mooi bordje naast het veldje met de beestjes. Maandag, grote paasmarkt in Panningen. Kijk, het is zelfs zo druk dat er hier nog extra plaatsen zijn gemaakt. Kun je nagaan. Ja, en nu is het weer in één keer helemaal stralend zonnig. Nou, we zijn misschien net 1 minuut in de camper geweest omdat het regende. We liepen toch maar even terug, want het werd te erg. En nu is het weer gewoon warm en zonnig. Wat een raar weer vandaag. Ik loop toch nog eventjes hier naar het sanitair huisje toe. Kijk, dit is nieuw. Dit hadden wij nog niet... Dit hadden wij nog niet gezien. Net vanuit... camper zat ik al te kijken van, hey, wat is dit dan? Maar hier hebben ze een extra, ik denk, afwasplaats gemaakt. Ja, het is weer bijna voorbij. En wat ga je maken? Ja. Het welbekende camping, ja, juist. Hoorde jij? Ja. De regen. Het regent, het is hier donker. No. Ze hebt zelfs de schotel naar beneden gehaald. Het regent dus. Niet te zuinig. Maar je hebt één voordeel. En dat is? Je zei je hebt de hele weg tot de ruit vies was. Ja. Die is denk ik wel schoon. Het regent, de pannetjes die worden nat. Ben jij zo blij dat je weer mag eten dadelijk, of niet? Nou, een keer iets anders dan rode kool. Ja, precies. Oh. Dat is wel waar. Een lekker burgertje. Misschien moet ik nog wat meer pakken. Ja. Oh, wat is dat weer lekker. Nou, ik zou zeggen, laat het toe smaken dan. Jij ook, eet smakelijk. Dank je. En is dat weer de afwas? Ja. Jongen. Het is weer zat. Het maakt wel een hoop herrie, dame. Ik kreeg mijn hengseltje er niet onder deur. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. Ja. En wat doe je daar dan tegen? Ja, weinig. Zo, nou, dan gaan we. Even kijken, neem jij de pannenke mee? Ja, ik neem de pannenke wel mee. Ik kom er zo aan. Ja, is goed. Nou, toedeloo. Het is wel zo wijd. Kijk eens wat we
daar hebben. Ik heb voor een hele kraan nodig om die schotel overeind te houden. De jeu de boelbaan. Ik zie al wel dat je weer bijna klaar bent. Ja, heb je heel goed gezien. Tjonge jonge, je kent ook hard werken. Nou, echt wel. Het is weer tijd voor een ontbijtje. Ja, we horen eigenlijk alleen nog maar regen de afgelopen tijd. De vooruitzichten zijn dat het nog wel een paar uur blijft regenen. Nou, we hopen natuurlijk dat het dadelijk een beetje opknapt als we naar de grote markt in Panningen gaan. Het regent nog steeds. En ja, de camperplaats raakt langzaam leeg. En hier voor ons is het file. Want de mensen staan allemaal te wachten om te kunnen lozen. Dus dat is dan wel weer even grappig. Het zou zomaar kunnen dat we dadelijk zo'n beetje alleen overblijven hier. Echt al heel veel mensen zijn vertrokken. En een aantal mensen zien we dat die ook bezig zijn om te gaan vertrekken. En ik ben nog even de soep van gisteren aan het opwarmen. Ja, en dan nog even een boterhammetje. En daarna gaan we rustig vertrekken. Kijk, dat is ook een mooie manier om jezelf over de camperplaats te bewegen. De eigenaar van de camperplaats die heeft ook allemaal wit goud hier staan. Ja, en af en toe moet je eens even kijken hoe het erbij staat. Goedemorgen! Hoi! We zijn gepakt en gezakt. En we gaan een voor ons flinke wandeling maken. Ja, we weten niet hoe dat werkt met fietsen, want we hebben al gehoord dat dat behoorlijk druk gaat zijn. En als je dan met je fiets zit, dan is dat niet handig. Dus ja, we gaan het zien. Nou, er is Rob ook. Nou, daar gaan we. Kijk, we hebben ook nog kippetjes. En drie kippetjes. Nou, wat gezellig. Nou, hier het bordje van de camperplaats. En we zien het bordje helden al staan. Nog 1,2 kilometer. Nee, 1,1. 1,1. Nou, dan zijn we over de helft. Ja. We zien daar zo'n bordje verboden in te rijden. En een marktkraampje. Dus okay. We zijn er bijna. Yeah. Ja, 4 kilometer per uur. Nou. Ja. Ja, we zijn er. Nou, daar zijn we. We zijn allebei al... Nou, moe ze groot wordt. Helemaal niet. Ja. Jij zit al over... maar hakken doen eigenlijk al zeer. En geen zadelpijn, dus dat scheelt ook. Nee, geen zadelpijn, maar hakkenpijn. We zijn aangekomen. We zien dat het druk is. Dat was ook al gezegd. En wij hoopten van... omdat het gaat regenen, is het misschien minder druk. Ja, maar waarschijnlijk is juist iedereen pas middags gekomen. Dus wordt het juist extra druk. We gaan het zien. Winkeliers die zetten een kraam voor hun winkel. Dat is wel grappig. Daar staat ook een kraam en daar staat paaskoopjes. En dan moet je naar binnen. Dus dat is wel leuk om te zien. Dus dat zijn in ieder geval heel veel nieuwe spullen die ze hier ook verkopen. Voor als je nog een ballonnetje wil. Er zit geen helium in. Nou, jawel, anders zou ze niet omhoog gaan. Ja, dat is wel. Even kijken hoor, want dan kun je hier links en rechts. Maar ze komen allemaal van die kant, dus we gaan gewoon naar rechts. Eerst rechts. Ja. Nou, er zitten ook alweer mensen op de terrasjes. En hier onder de terrasverwarmers. Lekker warm. En hier is het weer een stuk drukker. Ja, kijk, loop nog helemaal door. Ik dacht eigenlijk dat het hier een beetje zou zijn afgelopen. Want hier is normaal ook de weekmarkt en dan, die stopt hier dan zo'n beetje. Maar het loopt nog allemaal door. Ik heb trouwens nog niet zo echt de verbinding met Pasen gezien. Nee, jij wel? Heb je een paasaas gezien of een paasei? Nee. Nee hoor. Die zijn allemaal al op. Denk het.
Ze hebben hier echt van alles. Dat we die toren zien. Want we zijn hier natuurlijk eerder geweest en die toren die duidt erop dat we bij het centrum zijn. En dan zijn we eigenlijk bijna rond. En niet omdat we het niet leuk vinden, want we vinden het kei leuk. Maar de voetjes doen zeer. Oeh, oeh, oeh. Wat zijn we moe. Oh. Ja, wij zijn niks gewend. Hè. Wij zijn geen wandelaars. Maar we lopen nu toch al de hele stuk aan één stuk door. We hebben nog niet gerust. En we zijn wel heel blij als we dadelijk lekker in de camper onderuit kunnen zakken. Echt wel. Ja, een kleine 10 inderdaad. Zoiets, ja, maar dat is ver. Volgroen. Ja, we zijn weer aan het klunen. We zijn weer bij de rotonde. En dat betekent dat we dan echt aan de laatste etappe gaan beginnen. We snijden alles af. Maar we snijden wel alles af. Waarom zouden we die 5 meter omlopen als we hier ook over de middenstuk kunnen gaan? Nou, kijk, is toch mooi? Kunnen we ook de rotonde een keertje van dichtbij zien? En daar gaan we voor het laatste stukje. Wij zien een bordje en daar worden wij wel zo blij van. De camperplaats is in zicht. Ja, daar zijn we dan. De vlag hangt al uit om ons welkom te heten. We zijn er weer. Ja, dat ziet er weer goed uit. Ja, hè? Als camperplaats eigenaar hoeven wij je niet te vervelen. Nee, dat hoop ik niet, hè? Eigenlijk zou ik zeggen, ik moet hier een schoffel bijzetten. Ja. En hopen als de gast naar huis gaat, dat het misschien een stukje minder onkruid staat. Ja, je weet het maar nooit. Kijk, ziet er wat dadelijk allemaal netjes uit. En is het een geluidswal eigenlijk of zo? Ja, geluids- en zichtwal een beetje. Oké. Okay. Ja, het leven van een camperplaats-eigenaar, hè? Ja, ga niet over rozen, kan dat ik je vertellen. Je krijgt het niet voor niks. Nee, je moet er echt wat voor doen. Ja, ze zijn allebei hard aan het werk. Kookvlog nummer 1 van Rob, ja. Wij maken een heerlijke frikandel. Een broodje frikandel, ja. Beetje de beloning voor het vele lopen van vandaag. Nou, ik hoor het al. Lekker zeker. Tadaa. Daar komt het watermeisje aangelopen. Nou hoor, dan komen we het aan hoor. Ja. Ja. Goed, hè? Ja. Hoe is het mogelijk? Het loopt nog. Ja, het loopt nog. En het valt nog niet om. Het valt nog net niet om. Wat ga je maken? Theetje? Ja, oh. Ben ik water mee te halen. Oh. Ik vroeg net aan jou, wil je thee? Ja, die lust ik wel. Alleen, ik had geen water meer, dus ja, dat moet er wel, hè? Ja. En we gaan niet alleen naar de woonboulevard vandaag, ook de paasmarkt is populair. Ja, in het Noord-Limburgse dorp Panningen wordt al sinds 1840 zo'n markt gehouden en die trekt meer dan 10.000 bezoekers.
De ruim 400 kraampjes trekken koopjesjagers en veel kijkvolk. En toen was het paniek. Brand bij de overburen. Nee, zelfs hier op het terrein. Oh, alles staat hier aan de fik. We hebben hier brand. Die zit in de fik. Hier, hun. Dat ze gaat hier uit, hoor. Ja. Oh, zeg. Oh, wat erg. Oh, jeetje. Ik ga nog in mijn bed eigenlijk slaan. Luid slaan. Och, wat erg. Dit is de winkel, hè? Ja. Zo'n, ja, bedrijfje. Och, wat erg. Oh my. Tjonge, jonge. Het huis wordt... wordt nat gehouden, af en toe. Tot het niet in brand vliegt. Potverdorie. Wat een drama. Wij liggen in bed. Wij horen sirenes. Eerst leek het een politiewagen of een ziekenwagen. Ik zeg tegen Rob, het is ook brandweer wat erbij komt. En dan vraag je je af van, waar gaan die dan naartoe? Maar het leek wel dichtbij. Potverdorie zeg, staat hier gewoon de hele bedrijf in de pand. Wat is dit verschrikkelijk. Zo lieve mensen, die hier zo'n mooi bedrijf van aan het maken zijn. En dat gaat dan zo in één keer in rook op. Verschrikkelijk. Ze zijn aan het, gelukkig staat de wind goed. De wind die staat gelukkig van het woonhuis af. En ze houden het woonhuis ook nat. Maar dit is echt... zo erg. Nou hebben wij gelukkig gehoord dat iedereen veilig is. En wat ook echt heel fijn is, de brand is nu, voor mij als leek zijnde, lijkt hij bijna geblust. Maar het huis, dat staat gelukkig nog. Dus zo te zien geen schade aan. Daar ben ik zo blij om. En wat wij wel heel bijzonder vonden, ze kwamen ons net al informeren dat... ze alweer bezig zijn om de stroom weer te herstellen. Want stroom en water en alles is er natuurlijk af. Dat is wel heel bijzonder. En wij hadden allemaal zoiets van... dankjewel voor de informatie. Maar wij maken ons eigenlijk alleen maar zorgen over de mensen die hier getroffen zijn. En ja, wij zijn maar camperaars. Wij zijn zelfvoorzienend. Wij redden het allemaal wel. Maar voor deze mensen is dit gewoon een drama. Het is inmiddels 21:50. En met een heel dubbel gevoel... ben ik aan mijn boterhammetje begonnen. Ik had nog niet gegeten. Ik eet gewoon toch even een broodje weg. Maar dit is wel een heel bizar einde van een fantastisch weekend hier weer in Helden. Ja, het voelt heel dubbel. Je in zo'n situatie dat er brand uitbreekt. Dan denk je ineens van, oh god, hè, wat nu? Kun je helpen? Nou, het ging zo hard. Het was echt gewoon... je kunt het op de beelden zien. Het ging mega hard, dus je kunt gewoon zelf niks doen. En je kunt alleen maar hopen dat de mensen niks mankeren. Dat het woonhuis is gelukkig gespaard gebleven. Ja, en zelf denk je maar aan één ding. En dat is je wagen klaarmaken om weg te kunnen rijden in nood. En dan zie je dat je ook overal losse rommeltjes hebt liggen. Dus dat duurt best even. Maar het is wel heftig hoor. We zitten eigenlijk klaar om te vertrekken. Maar we kunnen niet. De eigenaar van de camperplaats, Johan, die is net even hier langs geweest. Is ons even komen informeren dat we geen water en geen stroom hebben. Nou, dat wisten we al van de brandweer. Maar dat we ook niet weg kunnen. Dus nu voelt het heel gek. Je zit nu eigenlijk klaar om te vertrekken. Maar je kunt niet weg. Want ja, we kunnen hier aan de achterkant het terrein niet af. En aan de voorkant is het natuurlijk nog... staat alles gewoon vol.
Dus we gaan eens even kijken hoe we deze dag gaan doorbrengen. Nou, we hebben zojuist het bericht gekregen. De uitgang is vrijgegeven. Dus we mogen zo meteen naar huis. Nou, we hebben de motor gestart. En we gaan vertrekken. En het regent, dus het is niet een beeld zoals gebruikelijk over trapjes die ingaan en zo. We gaan nu gewoon rijden. Een heel troosteloos gezicht hier. Nou wel, hè? Ja. Ja, het is gewoon erg. Het is heel erg voor die mensen hier. We hadden alles klaar. Het aspergeseizoen zou openen. Dus alles was gewoon klaar. En dan gebeurt dit. Oh, erg. Ja, alles is echt gewoon weg. Nou, daar gaan we weer. Hoe moet ik nou rijden? Terug naar huis. Ja, dat is toch weer anders dan normaal. Potverdikke me. Ja. Normaal dan zit je vrolijk in de auto. Zit je weekend toch even na te bespreken. Ja, nou, we hebben een heel mooi weekend gehad. Ja. Weekend en mooie dagen. Een mooie Pasen gehad. Ja. Het is alleen heel erg jammer dat het zo... Ja, maar voor die mensen is het verschrikkelijk. Het zijn zo een lieve mensen die zoveel hart hebben voor hun zaak en voor hun camperplaats. Ja, het enthousiasme, de stralen ze gewoon uit. Ja. En dan? Kijk, het fijne is, het woonhuis is gelukkig gewoon gespaard gebleven. Ja, niemand gewond. Niemand gewond geraakt. De dieren hebben het overleefd. Ja. Tot hij niet binnen was of zo. Gelukkig. Ja. Ja. Dat weet je niet. Ja, en ik zei, het is een drama omdat ze net voor het begin van hun aspergeseizoen stonden. En gisteren heeft Johan nog allemaal uit zitten leggen hoe dat werkt met hoe de asperges de winter doorkomen. En hij verwacht echt een hele goede oogst dit jaar. Dus ja, hij was er echt gewoon enorm mee bezig en enorm blij mee. Ja, maar de opening zou nou toch ook nog komen. Ja, de opening zou nu zijn. Nou, het weer lijkt er niet echt vrolijker op te worden. We zien regen. En nog eens regen. Maar we hebben geluk gehad gisteren. En inderdaad. Dus ik wou eigenlijk zeggen van... het heeft geen zin om te wachten op een moment van droogte. Maar het wordt wel tijd om even toch met een positieve blik terug te kijken op deze trip. Want we hebben het eigenlijk gewoon hartstikke superleuk gehad. Echt wel. We zijn gisteren naar de Paasmarkt geweest in Panningen. En... Ja, wij hadden zelf al zoiets van, het is een hele leuke markt, het was er heel erg druk. Maar we vonden zelf al, het heeft niet zoveel met Pasen te maken, hè? Nee, maar dan zeiden ze daar zelf ook al, hè? Ja. We zien al op televisie. Ja, precies, want de Pasenmarkt was nog nooit op tv geweest en nu kwam die op het RTL Nieuws. En daar zeiden ze ook al van, nou nee, het heeft eigenlijk niks met Pasen te maken. Je kunt hier geen eieren aantreffen en ook geen paashazen. Ja, dus het is eigenlijk meer een soort van jaarmarkt of zo, hè? Ja. Maar het was wel heel leuk om eroverheen te lopen. Het was ook gezellig druk. Ja, het was niet dat je je onprettig voelde. Het was inderdaad zodanig ruim opgezet dat, dat het gewoon gezellig was. Ja, mooi weer. Het was al die tijden waar we geweest zijn, was het mooi weer. Ja. Ja, toen we terugkwamen, toen hebben we nog... gewoon gezellig gebeurd. We hebben gewoon een gezellig weekend weer gehad. Ja. De camperplaats heeft niks geleden. We hebben nu vandaag even zonder water en stroom gezeten. Maar dat is dadelijk weer aangesloten. Ja. Dus de camperplaats die draait gewoon door. Die gaat gewoon door. Je gaat een dagje of meer dagen naar... hoe heet de camperplaats ook weer? Onder een eind in Helden. Ja, ik durf het niet te zeggen. Want... Ja, jij zegt steeds onder het eind, maar het is onder een eind. Juist.